Ik heb nog een voetbalnieuwtje uiteraard. Voetbalnieuwtje? Ja, een recorddeal voor Ajax. Frenkie de Jong voor 5 seizoenen naar Barcelona. Voor tussen de 82 en 90 miljoen euro. Ja, dus Ajax is blij. Je zegt dat net. Ik zie net Simon Seilemans, oud-collega van RTL, die zegt dat hij zojuist een paar minuten geleden Frenkie de Jong tegenkwam. Die zei, kan ik je al feliciteren? Nou, je kan me nu wel feliciteren. Oh, okay. Dus die was op weg naar de tekentafel, dus dan is het geregeld. Betekent veel geld voor Ajax. Maar ook voor Willem II en ook voor RKC, volgens mij. Ik denk dat de man die daar heel blij mee is, Frank van Mosselveld is, of niet, Frank? Als het dadelijk daadwerkelijk zo is, dan zijn wij erg gelukkig namelijk, ja. Daar heb je gelijk in, Wilfred. Goedemiddag overigens. Jij bent nog hartstikke jong, man. Ik ken je nog gewoon als voetballer. Maar je bent gewoon algemeen directeur bij RKC inmiddels, joh. Wat goed. Ja, het kan snel gaan, hè. Dus dank voor het compliment trouwens. Maar nee, dat klopt. Nog niet zo heel lang geleden op het veld. En inmiddels bekleed ik een andere functie. Ja, en onmiddellijk sleep je zo'n deal binnen. Nou, dat wordt jou wel even goed aangerekend, of niet? Nee, ik zal ook volledig met alle credits gaan struiken. Dat is volledig op mijn konto. Nou ja, ik wil natuurlijk die deal of die afspraken zijn voor mij binnen de klas zijn op het moment dat het dadelijk daadwerkelijk zo is. Wat, even voor de duidelijkheid, dat zou rond de 4 miljoen euro zijn die jullie gaan krijgen. Wat is jullie begroting bij RKC? Onze begroting op dit moment is 4 miljoen, dus... Nou ja. Even verdubbeling. Nou, die gaan meteen naar de Eredivisie straks natuurlijk. En zo. Nee, maar voor jouw club als RKC lijkt me dit fantastisch. Wat kunnen jullie met dat geld doen allemaal? Nou ja, kijk, precies wat je zegt. Voor een club als RKC is een bedrag, een miljoenenbedrag, zoals je zojuist noemt, natuurlijk fantastisch. En zeer welkom en wat we ermee gaan doen. Daar gaan we de komende tijd heel rustig en zorgvuldig over nadenken. En je hoeft voor mij in ieder geval niet te verwachten dat ik eens het spelersbudget met 4 miljoen over. Integendeel zelfs. Oh, het gaat omlaag? We zijn met plannen bezig. Nee, absoluut niet. Maar uiteindelijk zijn we ambitieus en zijn we de club sportief weer aan het opbouwen. En dat gaat gestaag en nemen we de tijd voor. Neem niet weg dat zo'n financiële meevaller een enorme boost is voor die ambities. En nogmaals, de komende tijd, mocht het daadwerkelijk zo zijn, dat dadelijk die handtekening staan, dan gaan we rustig kijken hoe we die gelden gaan besteden. Ja, lijkt me ook inderdaad. Ja. Nou, ik wens je er veel succes bij als het doorgaat. Ik neem aan dat jullie nog wel iets speciaals voor Frenkie gaan doen dan, toch? Want die heeft niet eens bij jullie club gespeeld. Die heeft in de jeugdopleiding gezeten bij Willem II. Maar dit heb je dus gezamenlijk gedaan met RKC. Maar ga je nog iets doen voor Frenkie als het rond is? Nou ja, uiteindelijk... Frenkie, bedankt op het shirt, neem ik aan, toch? Met z'n allen dan. Wat zei jij? Frenkie, bedankt. Ja, Frenkie, bedankt op het shirt. Ja. Nou goed, neem van mij aan. Wij zijn altijd die creatieve ontwikkelclub. Dat op het moment dat daadwerkelijk die transfer rond is, dat we daar op een gepaste wijze een bedankje zullen sturen. Dat zal geen appeltaart zijn, maar... Ja, we zijn natuurlijk in die zin enorm dankbaar. En ik denk dat het goed is voor het Nederlands voetbal dat we weer... in dit geval met Frenkie in het nieuws zijn en positief in het nieuws zijn. En dat wij daar als RKC heel blij mee zijn. Frank, mag ik je ontzettend bedanken. En heel blij zijn, ja. Dat is duidelijk. Tot later!